Elke dinsdag. Ja. Elke dinsdag bespreken wij bij Gamerset.nl de laatste tech, gadgets en gear op het gebied van gaming. Naast me zit Tom. Dit is Peter. En stel je voor, je bent net je baan verloren. Je zit er helemaal doorheen. Je komt thuis, je vrouw is net bij je weg. En je denkt, waar zet ik in godsnaam mijn headset neer? Ik vind het mooi hoe je deze aflevering van Gamers hier meteen een soort van depressie in jankt. Ja, omdat ik wil de nutteloosheid van het volgende apparaat even aankondigen. Ja, het is de Corsair ST100 RGB. Mooi, het is heel mooi. Ja. Het is echt, je hebt wel echt een mooi bureau als je hebt. Ja, dat oprecht. Het is een headset stand. We hebben hem al laten zien in de unboxing. En toen kwam natuurlijk al een beetje aan bod van, oh god, een headset stand. Natuurlijk, met RGB. Want, met RGB. Want gamers hebben dat nodig, anders kunnen ze niks zien ofzo. Anders is er geen vreugde meer in het leven. Geen kleur meer in het leven. Ja, nee, ja, precies. Ja, nou ja, het is een... Het is een stand. Het is, laten we het even niet over de headset hebben. Die was even leuk voor erbij. Je zou denken, jullie gaan het over een headset hebben. Nee, het is dat ding eronder. Hier ja, gaat het over. Ja, nee, want dat zie je ook, want dat geeft licht. Dan weet je dat daar de aandacht naartoe moet. Nee, het is een headset stand. Hij is van Corsair. Hij kost €70. En ja, headset stands zijn altijd al wat duurder. Als je gewoon eentje wil om gewoon je headset aan op te hangen zonder kleur of wat dan ook, dan heb je het al heel snel over €20-30. Corsair is iets van, weet je wat, als je een rijke stinkert bent en je wil je rijke stinkert headset op een mooie manier ophangen, alsjeblieft, hier heb je alles erop en eraan. Dus voor €70 krijg je dus een mooie aluminium base headset stand met 9 lichtjes in totaal. Er zitten 8 in de basis en die gaan helemaal rond. Wat wel netjes is dat er niet een achterzijde is die dus niet verlicht is. Je kunt hem wel all the way. Dus je kunt daar een mooie wave overheen doen of alle kleuren van de regenboog natuurlijk. En er zit er ook nog eentje in de zuil zelf en dat is natuurlijk gewoon het Corsair logo die je ook allemaal aan kan passen. En dat gaat allemaal met de Q, de Corsair Utility Engine. En dat werkt goed? Dat vond ik op zich prima werken. En daarbovenop doet het dat ook nog eens een keer. Er zitten nog wat extra features op door te zeggen van hey, we hebben 2 USB 3.0 poorten erop zitten. Dus kun je mooi receiver. Het is een USB hub dus? Het is ook een USB hub. Maar er gaat ook 1 USB computer in, dus je krijgt 1 extra USB voor terug. Nee, dat is een andere. Hier heb je 2 USB poorten. Eentje zeg maar die onder de headset zit, die ja, Corsair raad aan, steek daar je receiver in van je draadloze headset. Dat is ook wel slim, is dat die dichtbij zit altijd. Ja. En eentje aan de zijkant en ook nog een 3.5 mm jack. Dat stel je hebt een bedraden headset met een millimeter jack, kun je die daar erin steken. Ja. En dan fungeert die ook nog eens een keer als een 7.1 upscaler visual surround audio. Wacht even, hot the fuck. Heb gewoon hele goedkope dopjes van €20 bij de HEMA. Die stop ik hierin en ik heb in één keer 7.1 Dolby Digital Sound. Nee, oké, het is niet Dolby en het is ook... Ik haat ook dat al die surround drivers altijd 7.1 heten, want dat wekt dan de illusie dat er in één keer 7 extra speakers zijn ofzo, of 5 dan. En een subwoofer. Wat niet zo is, ze werken een beetje met de equalizer instellingen, zodat het iets ruimtelijker voelt. Persoonlijk, er zijn heel veel van die upscalers die dat prima doen in bepaalde shooters en zo. Is het bijvoorbeeld fijn om zo'n 7.1 virtual surround, bijvoorbeeld voor Arma en dergelijke, kan dat heel prettig zijn. Of PUBG. Counter-Strike natuurlijk altijd leuk, maar ik vond hem van Corsair niet zo fraai werken. Ik prikte letterlijk deze headset erin, ik heb het geluid nog nooit zo flats horen klinken. Maar heb jij de barbershop video op YouTube bekeken? Ja, dat is ook altijd zo'n dingetje. Als we het hebben over virtual surround, dan kun je ook gewoon met je standaard 2.0 headset kun je ook op. Je gaat de barbershop video op YouTube kijken en dan voel je ook surround of dan hoor je ook surround. Bizar. Ja, dus het is een beetje overbodig die 7.1 stuff en ik vond het persoonlijk dan hier ook weer niet zo heel fraai werken. Dus dat is een beetje een minpunt, maar tegelijkertijd weet je, die software voor de lichtjes is prima. Je kunt allerlei verschillende lagen over elkaar heen zetten. Die USB 3.0 poorten werken gewoon prima. Dus wat dat betreft, prima ding. Ja, het is wel €70. Ja, het is gewoon duur. En dit hiervoor, dat zijn schroefjes? Dat zijn schroefjes, Peter. Ja, ja. Ja. Mooi weggewerkt. Nee, dat vind ik juist wel, dat vind ik wel een beetje ruik ook. Het is natuurlijk gewoon een aluminium basis. En dat voel je ook meteen als je hem oppakt. Het is niet gewoon een headset stand van, weet je wel, een beetje plastic en that's it. Het voelt wel premium aan in alles. En ik vind dan, weet je, als een schroefje daar zo mooi is, zo'n schroefje, ik vind dat leuk. Oké, nou, dat is ook lekker tanky, hè? Ik bedoel, het is Gamers Net Gear, ons logo heeft ook een tandwiel. Zomaar, dat is ook open zo. En rood. En, wow. Ja, dat is dan weet zo. Je dat we het hebben over technische dingen. Ja. Als er tandwieltjes en schroefjes in beeld zijn. Ja, oké, okay, nou, maar goed, het is een headset stand. Het is een headset stand, €70, de ST100 RGB. Weet je, als je dan toch gaat voor alle kleuren van de regenboog, Corsair is got you covered. Ik bedoel, dan kan het ook samenwerken met de case fans in je computer. Het kan samenwerken met zo'n Void headset. Het kan samenwerken met de mooie
Corsair Platinum K59 RGB die we laatst behandeld hebben. Dus het loopt het zo over in je headset. Ja, nee, oké, dat is wel vet. Ja, dat is vet. Daar betaal je veel voor. €70. €70. Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Als ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. En sorry dat ik misschien een beetje sceptisch klink, maar ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk dat de scepsis goed is, want het is gewoon een duur product. En wat je ervoor krijgt is een premium gevoel en lichtjes. En lichtjes zijn de laatste tijd gewoon heel erg hot. Er zijn heel veel mensen die lichtjes tof vinden. Er zijn heel veel mensen die lichtjes belachelijk vinden. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik vind lichtjes heel leuk. Ik vind het leuk als het in mijn computer zit. Ik vind het leuk als het in mijn headset zit. Maar ik vind het net een stap te ver met de headset stand. Denk ik, ja. Zeker voor die prijs, denk ik. Ja. €70 is een lombedrag. Ja. Maar goed, ja, oké, dan heb je ook wel wat extra. Ga je hier een review over schrijven? Ik ga hier wel een reviewtje over schrijven. Nice, daar wil je echt alles weten. Er staan alle specs in. Ja. 2 USB-poorten, 1 3,5mm jack, dit is de software. En sluit het niet aan als je Twitch gebruikt, want dan gaat alles fout. Dat is wel moeten we los misschien beschrijven. Ja, maar het crashte met XSplit. XSplit en de headset stand, zodra ik het erin vluchtte, viel mijn livestream uit. Ja. Ik weet mijn god niet waar dat op slaat. Ik hoop dat XSplit en Corsair dat binnenkort weten te fixen, want het... So, ja. Jongens, ik kan niet livestreamen, want ik heb een headset stand. Dat was letterlijk het geval. Dus wil je daar alles over weten, check de scheve review op gamersnet.nl. En wij zijn volgende week natuurlijk weer terug met een Gamersnet keer. Dankjewel Tom en jullie. Ontzettend bedankt voor het kijken en volg ons overal waar je ons kan vinden. Twitch, Steam, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, gamersnet.nl. Peter's nummer is 06.